Milan is 15 jaar. Hij is vaak uitgescholden en in elkaar geslagen op de basisschool en in de brugklas. Thuis waren er vaak ruzies tussen zijn ouders. Door alles wat hij heeft meegemaakt is hij onzeker geworden. Hij slaapt slecht en concentreren kost hem steeds meer moeite. Hij wil niet meer naar school, denkt nog vaak aan de pesterijen en voelt zich somber. Milan en zijn ouders hebben hulp gezocht. Samen met een psycholoog is besloten om herinneringen aan zijn nare ervaringen met EMDR te verwerken. Milan, we gaan vandaag aan de slag met je herinnering aan de naarste pestervaring. We zoeken naar wat je nu nog het vervelendste plaatje vindt om naar te kijken. En ik ga je vragen wat je bij dat plaatje denkt en voelt. Daarna vraag ik je om mijn vingers te volgen die ik voor je ogen heen en weer beweeg. En vraag ik regelmatig wat je voor veranderingen merkt. Het kan zijn dat je beelden ziet, iets denkt, voelt of dat je veranderingen merkt in je lichaam. Volg maar gewoon wat er opkomt, zonder te sturen. Het is belangrijk dat je niet probeert om het plaatje waarmee we straks beginnen telkens in gedachten te houden. Dit plaatje is alleen het beginpunt. Wel gaan we er af en toe naar terug om te checken hoe naar het dan nog is om naar te kijken. Totdat het plaatje je geen spanning meer geeft. Heb je nog vragen? Nee. Dan gaan we beginnen. Vertel dan nu in grote lijnen hoe jij je die gebeurtenis herinnert. Ik was van school naar huis aan het fietsen en moet dan vlakbij huis door een soort poortje. Toen ik daar bijna was, zag ik een groepje jongens aan mijn klas staan. Ruben, een oude vriend van mij, was er ook bij. Ik vertrouwde hen niet, maar ik kon niet meer terug. Dus ik probeerde zo snel mogelijk langs ze te fietsen. Dat lukte niet, want zij waren met z'n vieren. En hoe ging het verder? Toen hielden ze me tegen. Duwden me tegen dat muurtje en grepen me bij mijn keel. Scholden me uit voor tyfusleier en varkenskop. Een van die gasten pakte mijn mobiel af en smeet hem op de grond. Toen ik hem wilde pakken, viel mijn fiets en begonnen ze me uit te lachen en uit te schelden. Eén trapte keihard hier in mijn rug. Een andere jongen sprong op mijn fietswiel, zodat hij krom stond en ik verder naar huis moest lopen. Ze hebben alles gefilmd. En 's avonds zag ik dat ze het op YouTube hadden gezet. Echt heel gemeen. En als je er nu aan terugdenkt, wat vind je dan het naarste plaatje van die hele herinnering? Dat ik zie dat ze het filmpje van het pesten op het internet hebben gezet. Hoe ziet dat plaatje eruit? Dan zie ik op YouTube hoe ik daar op de grond lig. Oké, en wat maakt dit nu nog zo naar voor je? Dat iedereen op YouTube ziet hoe ik voor gek sta en anderen me uitlachen. Hoe noem je zo iemand die uitgelachen wordt? Een loser. En wat zou je liever over jezelf willen geloven bij dat plaatje? Nou, dat ik geen loser ben natuurlijk. Ik ben oké? Ja. En hoe waar voelt dat nu op een schaal van 1 tot 7? Waarbij 1 betekent helemaal niet waar en 7 helemaal waar. Een 2. Als je dat beeld voor ogen neemt en je zegt daarbij in jezelf, ik ben een loser, wat voel je dan nu? Verdriet. Kijk naar het beeld en zeg tegen jezelf, ik ben een loser. Hoeveel spanning voel je dan op een schaal van 0, helemaal niet naar, tot en met 10, zo naar als maar kan? 9. En waar in je lichaam voel je die spanning? In mijn rug en bij mijn keel. Goed, neem dat beeld voor ogen, zeg tegen jezelf, ik ben een loser, en voel die spanning in je rug en keel. Heb je dat? Oké, volg dan mijn vingers met je ogen en wacht af wat er bij je opkomt. Wat komt er bij je op? Ik probeerde die gast nog tegen te houden. Concentreer je daarop. Ik voel weer die pijn in mijn rug en keel en kan moeilijk ademhalen. Ga door. Shit, dat iedereen het nou kan zien. Wat merk je? Ik schaam me dood. Waarom moeten ze steeds mij hebben? Als je nu naar het plaatje kijkt, hoeveel spanning voel je dan? Iets minder lijkt het. Een 7. Wat zie je op dat plaatje dat die 7 bij je oproept? Die gemene blik van Ruben in zijn ogen. Ik snap niet dat Ruben, die eerst nog mijn vriend was, nu zo meedeed met die klootzakken tegen mij. Concentreer je daar maar op. Ruben is gewoon een meeloper geworden. Wat een slappeling. Regelmatig vraagt de therapeut aan Milan om weer te kijken naar het plaatje van de pestervaring en aan te geven hoeveel spanning dit plaatje nu nog geeft. Dit gaat door totdat Milan er geen spanning meer bij voelt.
Ik word in deze klas gelukkig niet meer gepest. Het doet me eigenlijk niets meer. En als je dat beginplaatje nog eens heel goed bekijkt? Nee hoor, Ruben is gewoon de loser, niet ik. Goed, en als je bij dat plaatje zegt ik ben oké, hoe waar voelt het dan op een schaal van 1 tot 7... waarbij 1 betekent helemaal niet waar en 7 betekent helemaal waar? Ja, dat voelt eigenlijk helemaal goed. Een 7. En als je kijkt naar het plaatje en je zegt ik ben oké, zit er dan nog ergens een vervelend gevoel in je lijf? Nee. Mooi. Dan gaan we afsluiten. Wat is het meest positieve dat je vandaag over jezelf hebt ontdekt? Het kan me eigenlijk niet meer zoveel schelen wat anderen van me denken. Hoe noem je zo iemand die dat kan? Sterk. Zeg maar tegen jezelf, ik ben sterk. En hoe voel je het gaan? Gek hoor, dit. Ik voel me eigenlijk wel opgelucht. Milan heeft nu 1 van zijn nare herinneringen verwerkt. Komende keren kiezen ze andere herinneringen uit waar hij nog last van heeft. De klachten van Milan verdwijnen niet allemaal in 1 keer, maar Milan voelt zich al een stuk beter en is inmiddels alweer een paar keer naar school geweest.